Hey, goed dat je er bent. In deze tweede video over hoofdstuk 6 van de economische crisis gaan we het hebben over de geaggregeerde vraag en het geaggregeerde aanbod in evenwicht. We hebben het over de geaggregeerde vraag, het geaggregeerde aanbod op de korte termijn en op de lange termijn, en ook het korte termijn en lange termijn evenwicht. Even kort terugpakken op die geaggregeerde vraag van vorige keer. We hebben een asstelsel met een geaggregeerde vraag, oftewel de effectieve vraag, alles wat er in een bepaalde economie gevraagd wordt. En we zetten die af tegen het algemeen prijspeil. Die wordt bepaald door het inflatiecijfer of deflatiecijfer, oftewel het CPI. Daar komt een dalende lijn uit, die zegt dus eigenlijk hoe hoger de inflatie is, of hoe hoger het prijspeil in het algemeen ligt, dus op een grote schaal, hoe lager er in het algemeen op de grote schaal wordt gevraagd, of hoe minder er wordt gevraagd. En alle punten op deze lijn, die kan veranderen, die geven weer waar er evenwicht is op de markten van goederen en diensten. Dat kan alle kanten opgaan. Tegenover die geaggregeerde vraag kunnen we ook het geaggregeerde aanbod afbeelden. Dat werkt eigenlijk bijna hetzelfde. Je herkent hem ook weer uit de micro-economie, hij lijkt erop. Maar we moeten er wel specifiek bij zeggen, het gaat hier over geaggregeerd aanbod, al het aanbod in de economie op de korte termijn, daar gaat het specifiek om. Maar ook hier is weer ieder punt op deze lijn, geeft een evenwicht weer in de markten van goederen en diensten. Nou, waarom is het op de korte termijn? Dat ga ik uitleggen. Inflatie kunnen we op twee verschillende manieren omschrijven. Een bestedingsinflatie vanuit de vraagkant van de economie en een kosteninflatie vanuit de aanbodkant van de economie. Die vraagkant gaat altijd sneller dan de aanbodkant. Laten we eens kijken naar een aanbieder, een producent. Die ziet dat er bestedingsinflatie is, dus vraaginflatie. En dat wil zeggen dat die aanbieder denkt, hey, als de prijzen van consumentengoederen nu omhoog gaan, dan kan ik op korte termijn meer winst gaan maken. Nou, hoe werkt dat? Op korte termijn heeft een aanbieder dit plaatje. Een bepaalde kosten per product, een bepaalde winstmarge per product. Samen vormen die de prijs voor het product. En ja, die kosten, die liggen voorlopig even vast in een contract. Denk aan loonkosten, maar ook andere kosten kunnen in contracten vastliggen. En als je kosten in contracten vastliggen, maar de prijzen stijgen wel, wat zien we nu, dan zul je zien dat de winst dus meestijgt, terwijl de kosten voorlopig gelijk blijven. Voorlopig, want dit is op een korte termijn. Laten we eens kijken wat er dan gebeurt. Op de korte termijn ontstaat er een evenwicht. We gaan nu de twee lijnen samenvoegen, maar die as op de onderkant, die was eerst de geaggregeerde vraag, toen was die het geaggregeerde aanbod, en nu omdat we ze samen gaan voegen, wordt het de reële economie, of het reële BBP, de productie in een land. Zo moet je hem interpreteren. Nou, en daar trekken we dan die geaggregeerde vraag- en aanbodlijnen doorheen om op een korte termijn eens evenwicht te komen. Maar nu, in deze uitgangssituatie, is er even geen evenwicht. Stel je voor, het prijspeil ligt hier op P1. Wat we nu zien is dat er een aanbod tekort is of een vraag overschot. En wat nu gebeurt is dat er een aanpassingsproces tot stand komt. Consumenten die willen nu meer dan er aangeboden wordt. Dus consumenten die zullen zeggen ja, wij zijn best bereid om meer te betalen. En als zij bereid zijn meer te betalen, dan zullen de producenten zeggen ja, dan willen wij wel meer produceren. Dus consumenten zijn bereid om de prijs omhoog te gooien en producenten die zullen dan bereid zijn om meer te leveren. En wat gebeurt er dan? Beide punten die nu uit evenwicht liggen, die zullen naar elkaar toe bewegen. En zo drukt de markt zichzelf op korte termijn altijd weer terug in het evenwicht. Nou, dat noemen we het aanpassingsproces. Daar komt een evenwichtsprijs en een evenwichtshoeveelheid uit tot stand. En dat aanpassingsproces dat brengt dus de markt op korte termijn terug in evenwicht. Goed, we hebben die producent dus en die ziet bestedingsinflatie. Op korte termijn denkt hij, hey, leuk, ik kan meer vragen aan mijn klant, dus ik maak meer geld. Dat zag er zo uit. Het kostenplaatje plus de winst was de prijs. Maar als die prijs stijgt, dan zullen die kosten niet al te snel meestijgen, omdat ze nog contractueel vastliggen. Dat is de korte termijn. Maar op de lange termijn zou je kunnen zeggen, ja, die contracten lopen een keertje af. En ook die mensen aan de andere kant van de economie, aan de aanbodkant van de economie, die willen ook profiteren van de gestegen prijzen. Profiteren, die willen ook gewoon nog dingen kunnen betalen in de winkel. Dus aan die kostenkant van de economie zal op de lange termijn ook iets gebeuren. Op de lange termijn zullen die contracten aflopen en er zullen nieuwe contracten worden opgesteld waarin ook de kosten worden meegenomen. Dus die kosteninflatie, de aanbodkantinflatie, die duurt wat langer. Op de lange termijn is die er ook.
Dus op de lange termijn zullen we zien dat die kosten stijgen en die winstmarge weer krimpt tot het oude niveau. En dat betekent dat producenten denken, ja, de productie aanpassen heeft op de lange termijn dus niet zoveel zin. Op de lange termijn ga je weer terugkomen op je oude winstmarge. Nou, als we dus die gedachtegang van korte en lange termijn naast elkaar zetten, krijgen we het volgende. Op de korte termijn zul je zien dat de geaggregeerde aanbodlijn dus schuin omhoog loopt. En dat is tijdens het aanpassingsproces. Dus zolang zo'n aanpassingsproces nog duurt, kun je kijken op de korte termijn. Maar als je voorbij al die aanpassingsprocessen kijkt en op de langere termijn kijkt, dan zie je wel degelijk een andere lijn ontstaan. Op de langere termijn hebben we een verticale lijn. De geaggregeerde aanbodlijn op de lange termijn, LT, is verticaal op punt IE. En dat is de evenwichtsproductie. En die evenwichtsproductie ontstaat op de lange termijn als de productiecapaciteit, dat wat een economie redelijkerwijs aan kan, vanwege alle aanbodfactoren, als die volledig benut is, dan hebben we de productiecapaciteit bereikt en daarop ligt de geaggregeerde aanbod in het lange termijn evenwicht. Dan gaan we even naar kijken, die verticale lijn. Op de lange termijn zijn namelijk lonen, maar ook andere kosten flexibel. Op de korte termijn zijn ze rigide, ze blijven hetzelfde, maar op de lange termijn zijn ze flexibel. En dat betekent dat als we op de lange termijn kijken, voorbij al die aanpassingsprocessen, die best even kunnen duren hoor, dan zullen we zien dat de winstmarges zich herstellen. En dat betekent op de lange termijn dat er geen prikkel is om meer te produceren als de prijzen omhoog gaan. Want op de lange termijn zul je zeggen, ja, die prijzen aan de consumentenkant die gaan wel omhoog of naar beneden, maar aan de producentenkant ook. Dus op de lange termijn is er geen invloed op het geaggregeerde aanbod. En daarom loopt die lijn verticaal. Ongeacht prijspeil, het aanbod zal op de lange termijn altijd terugkomen op de productiecapaciteit. Nu gaan we met die geaggregeerde aanbodlijn op de lange termijn ook eens kijken naar de geaggregeerde vraaglijn. En daar snijden ze elkaar op een evenwichtspunt. En je zou eigenlijk deze IE, die lange termijn aanbodlijn, die zou je mogen interpreteren als de trendlijn in de conjunctuurgolf. En overal waar meer wordt gevraagd dan de trend, heb je een hoogconjunctuur. En overal waar minder wordt gevraagd dan de trend, heb je een laagconjunctuur. In het evenwicht wordt de productiecapaciteit, IE, volledig benut. En daar is de werkloosheid op het natuurlijke niveau. Als er meer wordt gevraagd in een hoogconjunctuur, dan is de vraag groter dan de productiecapaciteit, daar is de werkloosheid lager dan natuurlijk. Daar is een hele krappe arbeidsmarkt, want er zijn heel veel vragers naar arbeid en minder aanbieders aanwezig. Bij een laagconjunctuur is het juist andersom. Daar is er minder vraag dan de evenwichtshoeveelheid of de productiecapaciteit. En daar is de werkloosheid dus hoger dan natuurlijk. Er is veel aanbod van werk, veel mensen die werk willen, dus die een baan willen. En minder vraag naar werk. Bedrijven hebben minder vraag naar hun goederen, dus die hebben ook minder personeel nodig. Je weet nu waar de geaggregeerde vraag uit is opgebouwd. En je kunt nu verklaren waarom korte en lange termijn het geaggregeerde aanbod verandert. En je weet nu hoe macro-economische evenwichten, oftewel geaggregeerde evenwichten, op korte en lange termijn tot stand komen.